Minister Robert Penneu van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft gisteren in DNA aangegeven dat hij de leerkrachten van OS Uitkijk niet heeft ontslagen. Hiermee spreekt hij berichten die in de media zijn verschenen tegen. Behalve het niet nakomen van de afspraak over de herwaardering is dit een van de redenen waarom de Bond van Leraren en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname de scholen hebben platgelegd. De minister zegt dat hij verschillende pogingen heeft ondernomen om de leerkrachten weer voor de klas te krijgen. Toen dit niet lukte, slechts 2 van de 32 hadden zich aangemeld om les te geven, heeft hij actie ondernomen. Maar niemand is ontslagen, zegt de minister. Hoe laat is het nu? 4:09 is geen enkel docent ontslagen. Goed zo, dat is het duidelijk, minister. Nee, u hoeft daarop niet in te gaan, minister. U kunt doorgaan. U kunt doorgaan. Geacht college, wanneer, en ik ga het zeggen als hoe het is. 35 jaar terug, was het aanstellen van een schoolleider nooit een probleem in Suriname. De laatste aanstellingen van directeuren van VOS-scholen zijn ook nooit ter sprake geweest. En het verwondert mij dat nu ineens er wordt omgesprongen om te vechten voor een schoolleider. En ik ga nog dieper in de materie. Het onderhoofd, de rapportage vandaag, is weg met het kasgeld van de school. Ze heeft de sleutels achtergelaten. En uiteindelijk blijkt ook dat de financiële verantwoording van de school 3-4 jaren niet in orde is. In de Nationale Assemblee hebben zowel de coalitie als de oppositie de minister gevraagd het pad van dialoog niet te verlaten. Penneu zegt dat ondanks alles hij toch open staat voor dialoog. Je bent een minister om het totale belang van land en volk te dienen. Je bent een minister om uiteindelijk zorg te dragen dat kinderen onderwijs genieten. Onderwijs staat centraal en deze minister is een man van dialoog. Dialoog op dialoog, maar dialoog, wanneer wij praten in een communicatie en je praat over de zender en de ontvanger, en tussen zender en ontvanger is er een decodering, en die decodering komt over bij de ontvanger, dan denk ik dat we kunnen komen tot een rationeel dialoog. Minister Robert Penneu van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur gisteren in DNA.